hebt dat turnen bij de Olympische Spelen ook wel bekeken? Ja, natuurlijk. Daar mocht ik ontzettend graag naar kijken. Maar dat is me niks ontgaan. Want dat vind ik zo mooi. En dan dacht ik, ha, kon ik dat zelf nog maar. Maar het houdt een keer op. En dat is zo jammer. Kijk heel veel naar tennissen. Want dat was mijn lievelingssport. En als dat op de tv is, dan kijk ik, denk ik, oh ja, oh wat zalig. U tennis? Dat zei mijn vader en moeder, die kwamen uit Zwolle. Maar toen kreeg mijn vader een baan in Almelo. En daar hadden we toen een eigen zaak, een eigen kleermakerij. Toen ben ik als kinderjuffrouw gegaan bij een deftige familie. Want als je dat doet, dan kom je vanzelf op prachtige plaatsen. En wat je zelf niet kon betalen. Dus als je bij een deftige familie als kinderjuffrouw was, dan maakte je vanzelf alles mee. En dat was mijn bedoeling ook. Ja. Nou, ik weet niet meer hoeveel plaatsen, maar overal zijn we zo'n beetje geweest. Dat heb je als je nou bij deftige familie, die gaan overal heen. En als kindjevrouw ga je vanzelf mee. Londen enzovoort is allemaal geweest. Ja. En hoe ontmoette u uw man? Ja, precies. En die was kleermaker en die had de contrabas. Daar speelde hij op. Dus als hij met de contrabas wat te doen had, dan was hij daar. Maar als hij niks te doen had, was hij bij mijn vader op de kleermakerij. Ja. Ja. Moet je zien dat je zelf later trouwt met een kleermaker. Ja. Want jij bent een lastig portret. Ja. Dat ging dan over de lengte. Mijn vader wou lang en ik wou kort. En dat was de mode, kort. Maar nee, mijn vader, nee, lang. Maar fijn, dat was vechten altijd tussen ons beiden. Ja, u hebt 3 kinderen gekregen? Ja, 3. 2 jongens en een meisje. Maar dat meisje, dat leeft niet meer. Nee, dat is heel jammer. Ja, maar fijn. Ik heb nog 2 hele lieve jongens. Ja. Wat is uw recept nou voor een lang leven? Om elke dag te nemen zoals die komt. En niet zitten zeuren. Dat zijn heel voorname dingen. Want dat doen hier die oudjes. Die zeuren hier van eeuwigheid tot zaligheid. Blijft u nog op de hoogte van de politiek en zo? Van wat er gebeurt? Ja, dat volg ik ook. Want ik moet erover kunnen meepraten. Want als je niet mee kunt praten, nou, dan zit je erbij als een pilaatje. Ja. Want ik zeur niet en ik neem de dag zoals die komt. En dat is het allerbeste wat je doen kunt. Want zitten zeuren heen niks aan. En de mensen ook niet. Dames en heren, hartelijk welkom op deze bijeenkomst. Graag wil ik u de namen noemen die voor ons verder leven hun leven hebben gelaten. En zal na het noemen van de namen als eerbetoon present worden geantwoord. Zij die niet terugkwamen van 1945-1962. En de militairen komen aangemarcheerd. Zij die niet terugkwamen. A.J. Beverdam. Present. J. Bussink. Present. A. Van Dijk. Present. J. Van Foeken. Present. H. Heida. Present. A.F. Hilgerink. Present. A.F. Van der Horst. Present. A. Ten Hove. Present. A. P. A. J. Kampinga. Present. J. T. A. Keizer. G. Ottens. Graag geef ik het woord nu aan onze voorzitter, Theo Mekel. Welkom, dames en heren, bij deze herinnering. Waarbij wij de Almeloze militairen die gesneuveld zijn in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea, die vermeld staan op het monument die achter mij willen wij graag herdenken. Graag wil ik de volgende personen welkom heten bij deze herdenking.
de lokale burgemeester Cornelissen van de gemeente Almelo, Paul Gering, zoon van Indi-veteraan, die zal vertellen over zijn vader, en een speciaal welkom voor de heer Zwartse, die hier aanwezig is. De heer Zwartse heeft gevochten bij de KNIL en is krijgsgevangen gemaakt door de Japper. Scherphof, jullie zijn hier bij Huttenland. Wat komen jullie hier doen? Nou, wij komen ten eerste een publieksvriendelijke actie voeren. Dat heeft alles te maken met het vastgelopen onderhandeling van onze werkgevers met de vakbonden. Waar het met name om gaat is dat wij in het verleden hadden wij een vervroegde uittreding. Nou, die regeling is afgeschaft in 2005. Daardoor moeten wij langer doorwerken, is op zich ook geen probleem. Alleen waar het ons om gaat is als wij repressief niet meer in staat zijn om onze functie uit te voeren, waar u recht op heeft, dan willen wij wel graag een vangnet, waardoor wij wel aan het werk kunnen blijven bij dezelfde organisatie. En op dit moment is het nog zo dat wij met al respect afgedankt worden en met een uitkering op minimumniveau een huis gestuurd worden. Ja. Wij gaan dus publieksvriendelijke acties doen. Wij gaan met de kinderen samen een aantal oefeningen doen. We laten de kinderen spuiten met water, zodat ze kunnen ervaren wat het dan is om water te spuiten. Een balletje op een pilon eraf te spuiten. De kinderen kunnen in een tent ervaren hoe het is als je in de rook loopt. Dus we hebben blinderingsmaskers, waardoor ze dus gedesoriënteerd zijn en dus gaan zoeken in een tent. En we hebben uitrukkleding bij ons waar de kinderen, als ze dat willen, mee op de foto kunnen voor onze brandweerauto. Oh, daar lijkt mij animo genoeg voor. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Dat lijkt mij ook altijd leuk. Ja. Ja. Ik ben Petros Margosyan, Almeloze kunstenaar, Armeens, en zit ik hier 8 jaar. U hebt hier nogal een behoorlijke ruimte in gebruik gehad en nu moet u hier weg. Maar waar gaat u naartoe? Nu is onbekend de vaste plek voor mij. Ik heb nu een werkruimte, kleine werkruimte in de Alderenshoek en verwacht ik gemeente Almelo of andere instellingen een plek aanbieden mij. Ik wil verder, ik kan meer dingen doen en krijg ik kansen, dat hoop ik. Ik wil het niet zelf Charles Aznavour verhuisd naar de Zwitserland. Ik ga niet verhuizen. Ik ben arme kunstenaar. Hij is
met de problemen van de belastingen gegaan naar de Zwitserland wonen, maar ik blijf in Almelo. De nominaties voor de Herman Krikhaarprijs 2016 zijn bekend. Eén ervan is Emar Renita. Wel gefeliciteerd, Emar Renita, met de nominatie voor de Herman Krikhaarprijs. Hoe heb je dat ervaren? Hoe ik dat heb ervaren? Eigenlijk als een heel groot verrassing. Want ik was eigenlijk helemaal niet mee bezig met het, eigenlijk met het kunst maken voor Almelo, zeg maar, eigenlijk voor mezelf. En dan word je in één keer genomineerd. Nou ja, je graffiti-werk springt in het oog, hè? Vertel eens, wat doe je nog meer? Ik maak muziek. Ik ben rapper. Schrijf veel. En door het schrijven organiseer ik ook evenementen zoals Poetry Slams. Doen we in de bibliotheek van Almelo. Wat doe ik daarnaast nog meer? Schilderen, tekenen. Dus dingen ontwerpen, grafisch. Je staat hier voor een van je werken. Kan je zeggen wat het eigenlijk symboliseert? Eigenlijk is het de geschiedenis van de club. Ik ben helemaal, blijkbaar wanneer ik bezig ben met de stad, zeg maar, denk ik heel snel aan de geschiedenis van de stad. En wat je hier ziet is eigenlijk de verandering, de evolutie van de club. Dus het begint bij de oudere shirt naar tot heden, zeg maar. Ja, want Oranje Nassau speelt een belangrijke rol in je leven, hè? Jawel, eigenlijk wel. Ik heb 14 jaar altijd gespeeld. Dus de meeste jongens die ik ken, die ken ik ook best hiervan. En zo ben ik ook weer eigenlijk, omdat ik een paar jaar geleden ben gestopt, ben ik toch weer aan het opdracht gekomen. En dan blijf je toch weer terugkomen naar je club. Heb je nog plannen voor de toekomst? Ja, eigenlijk wel. Sowieso met muziek veel gaan doen. En daarnaast ben ik voor de binnenstad van Almelo bezig. Met bijvoorbeeld de gat van Talamini. Ja, die heeft gewoon een opknapping nodig. En meer beleving. Dus wat de bedoeling is om daar iets te creëren voor kinderen, maar ook voor de straatmuzikanten, voor kleine evenementjes, mensen voor op het terras kunnen zitten en genieten van het beeld dat ze zien. Ja. Het hek gaat daar weg? Het hek gaat daar weg. Ja. Dus daar gaan we in september mee beginnen. Wat je daar eigenlijk een beetje ziet, bijvoorbeeld op de wand, ga je de geschiedenis van Almelo terugzien. Dat is de bedoeling. We hebben met drie partijen daar worden mee aan het werk gaan. Dan Stichting NTK, de Nieuwe Twentse Kunst, de Wevershuisje, klopt dat? Ja. En dan mijn eigen partij. En dan gaan we eigenlijk graffiti met schilderkunsten samenbrengen en tot een mooie geschiedenis van Almelo, een mooi plaatje, zeg maar. En daar omheen krijg je speeltoestellen voor kinderen, een podiumpje, verhoging, zeg maar, voor een straatmuzikant of wat dan ook. Maar dat je ook daar rustig kan zitten, chillen. Want daar staat Resmi Ogink aan de vooravond van twee evenementen waar ze aan meedoet. Allereerst natuurlijk de Olympische Spelen en daarna de Almelo Allee. Waarom deelnemen aan de Almelo Allee? Nou, ik was daar vorig jaar om het startschot te doen voor de kinderen. En dat gaf me zo'n boost dat ik zoiets had van, nou, die 5 kilometer die kan ik zelf ook rennen. En ik zag heel veel mensen meedoen, jong, oud, noem maar op. En ik dacht, ja, daar moet ik volgend jaar ook bij staan. En als ik onder de 25 minuten loop, dan win ik een pizza. Zo, en dan is alle training voor niets geweest? Ik heb niet voorgenomen om hiervoor te gaan trainen, maar gewoon deelnemen. Ja. Nou ga je allereerst naar Rio. Ja. Wat zou het eigenlijk mooi zijn als we nu een deelnemster hadden aan de Almelo Allee met een medaille om mijn nek? Ja, dat zou wel te gek zijn. Dat is wel echt gaaf, ja. Droom je daar wel eens van? Niet zozeer van dat lopen met de Almelo alleen, maar van die medaille? Ja, als je als sporter daar niet van droomt, dan heb je niet een goede mindset, denk ik. En daar droom je iedere dag voor. De logo's hangen hier aan mijn muur, dus elke dag denk je aan dat hoogst haalbare. En dat is die gouden plak. Je hebt een vriendje meegenomen, hij zit naast je. Het ziet er leuk uit. Ja, dat is eigenlijk een vervanging van Bob. Bob staat daar. En dit is eigenlijk een pop die even bij mij op bezoek is. Het is leuk, hè? Zo'n extra element toevoegen aan Almelo Allee. Ja, ik denk dat dat zeker goed is.
Als je Almelo alleen één zin moet samenvatten, wat zeg je dan? Een mooie hardloopwedstrijd in natuurlijk Almelo. We hebben het aardig goed samengevat, denk ik, Resmi. Nou, krijg je van mij een opdracht. Ik geef jou een open deelnemerskaart. Aan wie zou je die het liefst willen geven? Ik denk aan mijn zusjes en mijn trainingspartner die daar op de grond zit. Want? Nou, mijn zusjes, omdat ze eigenlijk hadden me beloofd om mee te doen, maar ja, die doen niet mee. En mijn trainingspartner gewoon om te kijken wie sneller bij de finish is. Jelle, loop je harder uit als jij mee zou doen? Want eigenlijk ben je nu wel verplicht om mee te doen. Als ik mee ga doen, dan ga ik wel mijn uiterste best om natuurlijk eerder te finishen als Resmi. Tweede challenge, hè? Dat ik gewoon eerder aan de finish moet zijn als hem. Heel veel succes in Rio en straks heel veel succes bij de Almelo League. En in dat geval allebei.
Hoi, wij zijn Bram en Jort van het YouTube-kanaal Gladjakkers. En je kijkt naar een verzameling van de beste video's van ons kanaal hier op deze zender. Hey, dat zeg jij, hey, dat zeg jij, meen je dat nou echt? Goedemiddag, doe heb je dat nou ook? Olé, 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 olé. Yes! En welkom bij de cursus Positiviteit in Twents, onderdeel van de cursus. Hey, dat zeg jij, dat zeg jij, meen je dat nou echt? Hoe doe je dat, hoe doe je dat? Oh, hey, dat nou dan? Les 1. We komen er nog goed mee weg. Doet! Daar ben je nou verdomme goed mee voorkomen, hoor. Oh! Daar ben je echt nog verdomme goed mee voorkomen. Les 2. Ze hebben ons mooi te pakken gehad. Doet! Ze hebt ons maar flink bij de bal naad. Ze hebt ons maar flink bij de bal naad. Les 3. Zo zie je maar weer. Als je maar blijft volhouden, dan komt het allemaal wel weer goed. Doet! Ik heb het toch gezegd? Ik heb het toch gezegd, niet? Ja, echt. Les 4. Na regen komt zonneschijn. Doet! Een hoorzaam hart kunt altijd de zon weer. Een hoorzaam hart kunt altijd de zon weer. Altijd! En tot slot les 5. Een kat komt altijd weer op zijn pootjes terecht. Doet! Een dakhaas gooit op het eind altijd de purkens ronden. Altijd! Een dakhaas gooit op het eind altijd de purkens ronden. Altijd! Echt, echt zo. Tot zover de cursus Positiviteit in de Twents, onderdeel van de cursus. Hey, dat zeg jij, dat zeg jij. Min dat nou echt, hoe doe je dat, hoe doe je dat, hoe heet dat nou dan? Uit cursuspakket wil bestellen, dan kan natuurlijk met de hits van de deurzakkers. Als uit verdaan, dom verdaan. Uit verdaan, dom verdaan. Of natuurlijk een allermooiste hit. Je beste maker is een groene rakker. Je beste maker is een groene rakker. En natuurlijk een ijskoud blikje ju. Oeh. En natuurlijk de DVD met de hoogtepunt van Münstermannen van de Laan uit 2015. Jaleur. Kijk op onze website, gerritdejohansgeertelevisie.nl. Hey, dat zegt, ja, hey, dat zegt, ja, meen je dat echt? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? .tv, hè? Kom aan! Het begint allemaal onschuldig. Maar al snel verandert de ziekte in een levensbedreigende aandoening. Dit is Marco. Marco leidt net als 70% van de Nederlanders aan het DAB-syndroom. Het afgelopen jaar heeft het DAB-syndroom meer slachtoffers gemaakt dan ooit tevoren. De symptomen van het DAB-syndroom zijn zo heftig dat het dagelijkse bezigheden voor de rest van je leven onmogelijk kan maken. Ken jij of ben jij iemand die lijdt aan het DAB-syndroom? Grijp dan nu in voor het te laat is. Stop dabbing now. Scope. Meneer Sofertjes, prijs van de euro. Kunst! Wat ik van het hele Koningsdag gebeuren vind. Ja? Ja, ik vind dat een beetje overdreven. Al die mensen die verkleed gaan en uitgedost. Voor mij hoeft het niet. En jij steeksleutel 10 heeft voor mij? Ja, kijk, dankjewel. Zo. Nee, ik vind het een beetje overdreven feest. Kijk eens aan. Deze jongen doet weer. Super. Het is een klein verzekeringetje wat omgezet moet worden. Oeh, wat geweld. Hé hey Ronnie. Ja, nee, ik ben net klaar. Nee, ja, ik kom eraan. Jo, ik stuur jou de rekening, ja? Prima, tot ziens. Ja, zelfportret. 4 euro. Gratis. Wat ik zal op de rommelmarkt koop? Ja, gewoon wat kleine spullen. Gewoon dingen die je nodig hebt thuis. Shampoo, tandenborstels, bakjes voor tandenborstels natuurlijk. Kapotte schemerlamp. Maar ja, ik heb thuis gewoon een goeie, dus waarom zou ik een goede schemerlamp halen?
dubbelplaatjes, knikkers, grote ponkerts, kunstplanten, gewone planten, cameratasje. Maar ik heb geen camera, dus heb ik het tasje weer teruggebracht. Kwam ik later toch een camera tegen. Nou, ik terug voor het tasje, was er gewoon al verkocht. Ik vond het hilarisch. Truitje hier, een deurkrukje daar voor als er een keer in afgetetterd. Schoenen, klittenwand, tatje met dakpannen, dakkapellen, doodskisten. Dat soort dingen allemaal, weet je wel, dat heb je gewoon nodig. En deze tas, die heb ik ook laatst gekocht. Beetje raar volgorde, ik had hem beter op het begin kunnen kopen natuurlijk, want ik heb de hele dag met al dat spul over straat gelopen. Moet je nagaan, zo'n dakkapel is niet te doen. Maar goed, bedankt in ieder geval, ik ga weer verder. Doeg! Vrouwen, ik weet het niet. Ja, in het Westen gaat het allemaal zo snel weer wel. Ja, voordat ze het gat gevonden hebben, hebben ze eigenlijk al de ring om de vinger hangen. En dat geeft ons in Twente veel en veel te rap. Ja, kijk, weet je, de vraag is altijd, wanneer wordt een koe een melkkoe? Wanneer haal je er echt wat uit, weet je wel? Kijk, je kunt maar cadeaus blijven geven. Maar ja, een relatie is geven en keihard genomen worden. Tenminste, dat zijn mijn pa altijd. Als ze zeggen wel eens dat wij boeren een beetje lomp zijn. En dat vind ik zelf niet. Nee. Recht voor zijn raap noem ik dat. Kijk, als ik zeg dat een vrouwtje een beetje mollig is, dan bedoel ik wel niet dat ze dik is. Dat wil ik niet. Dan bedoel ik gewoon dat ze een omvangrijk, zwaar leven, onderdrinkbaar, morgen vet stuk vreten is. Ja, klinkt dat misschien een beetje vrouwenvriendelijk? Is het misschien ook wel. Ah, leuke wicht hoor. Leuke wicht. Ik voel het komen. Het is code geel. Het lijkt ellende, maar het is alleen toneel. Ja, hier in Holland zijn ze goed in het doen alsof het hele landje bloedt. Ja, het is 1 keer 30 graden en het land weet het niet meer. Blijf binnen, sluit de ramen, emmer water voor de sfeer. Ja, let op, ga niet sporten, dit overleef je zeker niet. Het is niet jij, het is het KNMI dat dit beter ziet. Ja, spring niet in, kleed je zeer schaars aan. Ook al kijkt de hele buurt je dan aan. Ja, het is zo warm, ik kan er niet bij. Oh nee, het is gewoon een groot aanstellerij. Ja, het KNMI stelt zich gewoon aan, aan, aan. Om deze warmte laten wij geen traan, traan, traan. Ja, doe niet alsof deze wereld vergaat, gaat, gaat. Misschien is het gewoon je kapotte thermostaat. Het KNMI, hou die codes nu eens stil. Het KNMI, niemand die ze beter wil. Hier in Holland is het code rood. Als er iemand iets te lang met zijn ochtendeten kloot. En code geel wordt gelanceerd. Als Gerard Joling zich aan een of ander groot rond ding baseert. Het is 1 keer 30 graden en het land weet het niet meer. Blijf binnen, sluit de ramen, emmer water voor de sfeer. Ja, let op, ga niet sporten, dit overleef je zeker niet. Het is niet jij, het is het KNMI dat dit beter ziet. Ja, spring niet in, kleed je zeer schaars aan. Ook al kijkt de hele buurt je dan aan. Ja, het is zo warm, ik kan er niet bij. Oh nee, het is gewoon een groot aanstellerij. Ja, het KNMI stelt zich gewoon aan, aan, aan. Om deze warmte laten wij geen traan, traan, traan. Ja, doe niet alsof deze wereld vergaat, gaat, gaat. Misschien is het gewoon je kapotte thermostaat. Het KNMI, hou die codes nu eens stil. Het KNMI, niemand die ze beter wil. Het KNMI, overdrijf nou eens niet zo. Het KNMI, en kijk eens deze video. Yeah, yeah, yeah! Ja, dit laatste is nog net zo.
mag het licht uit? Ja, zeker mag het licht uit. Heel graag zelfs. Nederland is een van de lichtste landen ter wereld. Vanuit de ruimte kun je zien wat een enorme hoeveelheid kunstlicht er door ons land geproduceerd wordt. Dat kan beter, dat kan gezonder, dat kan duurzamer. En het mooie voordeel daarvan, dan kunnen we eindelijk weer eens genieten van die pracht van de sterrenhemel. Dus ik zou zeggen, doe allemaal mee en ga naar nachtvandenacht.nl. Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken KIW en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij KIW.